De scharrelkids van het IVN waren al druk met de voorbereidingen voor de vogeltelling. Vetbollen, voederbakjes, van alles onderstond onder veel nijvere handen. Dat vogels wel in de winter hier kunnen blijven en dit. En Henk van der Haar vertelt waarom die nationale vogeltelling van belang is. Waarom moeten de mensen tuinvogels gaan tellen? In de eerste plaats omdat het leuk is. Het is heel echt hartstikke leuk om vogels te tellen in een omgeving waar je zelf woont. En daarnaast levert het natuurlijk heel veel waardevolle informatie op. En dat wordt netjes verwerkt door het SOVON. Nou, ik heb dus deze fles gemaakt en daar kun je vogels uit in doen. En dan moet je er een gat in knippen, je een linkje hier doen en dan kan je er vogels uit in doen. En dat is voor de vogeltjes in de winter. Want ze kunnen, als het bevroren is, de grond, dan kunnen ze er niet uit pikken uit de grond, omdat het al helemaal bevroren is. Het gaat eigenlijk niet zo goed, hè, met de vogels in Nederland. Nee, over het algemeen gaat het niet goed met vogels. Er zijn natuurlijk uitzonderingen van, iedereen kent dat, de weidevogels gaat gewoon heel slecht. Omdat met name in agrarisch gebied zeg maar de afgelopen jaren heel veel verandert. En dan voor vogels in negatieve zin. Maar bosvogels, dat gaat nog enigszins redelijk. En ook tuinvogels, dat is nog wel leuk. Maar daar moeten mensen wel hun best doen om tuinen vogelvriendelijk in te richten. Ja, hoe doen ze dat? Nou, er valt een hele hoop, heel veel winsten te behalen. Het begint eigenlijk mee van mensen die moeten zich eigenlijk een beetje verplaatsen in het lichaam van een vogel. En een beetje weten van wat voor eisen vogels stellen. Nou, dat is natuurlijk, een voedselplek. Er moet voldoende voedsel zijn. Er moet voldoende schuilgelegenheid zijn, want een vogel die fourageert niet de hele dag. Maar op het moment dat hij geen honger meer heeft, dan moet hij ergens op een beschut veilig plekje zitten. En die vogel moet ook een nacht doorbrengen. Met andere woorden, en zeker voor de holenbroeders, moet er voldoende nestgelegenheid zijn. En die nationale vogeltelling komt er dan, wanneer is die? Ja, dat is volgend weekend, 25, 26 en 27 januari. Dat is landelijk georganiseerd door het SOVON, Vogelbescherming. En de bedoeling van die vogeltelling is, evenals afgelopen jaren, om een half uur achtereen, dus stipt een half uur, vogels te tellen in een tuin. En of er nou in dat half uur veel vogels zijn, meer dan normaal of minder dan normaal, doet er niet de zaken. Als je dit soort tellingen met heel veel mensen doet, dan komt er heel veel gegevens binnen. En uiteindelijk krijg je een prachtig overzicht van wat er zoal speelt in de tuinen in ons land. Wat ben je aan het maken? Een vogelstaathuisje, of hoe dat ook heet.